Vermogensbeheer in België. Dus zeg maar de fiscale aspect hiervan. De Belgische situatie. In België worden de daadwerkelijke inkomsten belast. Vermogenswinsten zijn onbelast, mits sprake is van normaal beheer van vermogen. In België worden er wel wetswijzigingen aangekondigd en vinden er veranderingen plaats op grond van de regeringsvoorstellen, maar er worden geen principiële keuzes gemaakt. Slechts enkel tariefverhogingen. Hoe ziet het systeem van heffingen op inkomsten uit vermogen in België eruit? De smaken. Aandelen, inkoop, dividenduitkering en liquidatie worden eigenlijk allemaal belast tegen 25%. Obligaties, de rente daarop, wordt belast tegen 25%. De spaarrekeningen wordt in beginsel ook gewoon belast tegen 25%. Er zijn uitzonderingen op zichtrekeningen, maar dat geldt voor zeer relatief lage renteopbrengsten. En men ziet in dat hele systeem dat eigenlijk de het totale belastingdruk op inkomsten uit vermogen 25% is. Het bijzondere van België is dat als je die beleggingsinkomsten gaat inpakken, gaat verkleden, een jasje omheen doet, dat de belastingdruk meteen eenvoudig kan worden gereduceerd. Een eerste oplossing is niet rechtstreeks te beleggen in de producten die we net hebben vernoemd, maar gewoon in beleggingsfondsen. En wat zie je dan als die beleggingsfondsen geen dividend uitkeren, maar het kapitaal oppotten en er worden uiteindelijk door die beleggingsfondsen te verkopen, die vermogenswinsten zijn onbelast. Dividend uit zo'n beleggingsfonds, als zeg maar het gedistribueerd wordt, uitgedeeld wordt, wordt belast tegen 25%. Wel een bijzondere kanttekening, een lastige bepaling. Als er meer dan voor 25% renteproducten in het fonds wordt opgenomen, dan kan de vermogenswinst getransformeerd worden in rente. En dat was eerst 40% dat percentage en is de wetswijziging nu 25% geworden. En je ziet dat die wetgeving dus zich daar wat aan het vernauwen is. Een ander jasje in ieder geval op de inkomsten uit vermogen is het door te stoppen in een verzekeringsproduct. Dat kan in een tak 21 en tak 23. Een tak 21 is een soort gegarandeerd rendementproduct en de tak 23 is meer een effectenrekening. En wat zien we dat na een loop van 8 jaar in ieder geval bij een tak 21 de waardeaangroei onbelast is en bij een tak 23 is die sowieso onbelast. En ja, de opname van het gestorte kapitaal gedurende in die periode van de 8 jaar is ook onbelast. En zo werken die jasjes, kun je eenvoudig de inkomsten in ieder geval zo structureren dat die als vermogenswinst worden getransformeerd. Dat zijn de collectieve producten, de confectie. Er is ook nog maatwerk mogelijk op de heffing op de inkomsten uit vermogen in België. En dat kan door het vermogen onder te brengen in een eigen vennootschap, een eigen familievennootschap. Dat kan een Belgische vennootschap zijn. In België kent men de notionele interestaftrek en kan interessant zijn om daar gebruik van te maken. Dat houdt in dat je een fictieve rentelast ten laste van de winst mag brengen die gekoppeld is aan de 10 jaar staatsleningen. Een andere faciliteit die in de vennootschap aanwezig is, als je vermogenswinst maakt op aandelen die je langer dan een jaar houdt, dan is die vermogenswinst ook onbelast. Mocht je dat allemaal wel echt te ingewikkeld vinden, kun je alsnog gaan beleggen in een vennootschap die offshore is of in een laagbelast regime zit, waar de inkomsten en de vermogenswinsten niet belast worden. En dat maakt in ieder geval, dan hoef je wat minder lang na te denken in wat voor categorie je gaat beleggen. Waarom ga je dan beleggen eigenlijk in een vennootschap? Dat komt als je later die aandelen zou gaan verkopen, de vermogensbevinds bij normaal beheer van die vermogen onbelast is. Dus je verkoopt de aandelen van de familievennootschap of van de offshore vennootschap, dan zou in beginsel die vermogenswinst onbelast moeten zijn. Echter, het is hier wel opletten. Omdat in de huidige tijd een nieuwe antimisbruikbepaling is tot stand gekomen. En die antimisbruikbepaling die kent een bijzondere toepassing. En die houdt kort gezegd het volgende in. Indien een wetsbepaling wordt ingeschakeld of uitgeschakeld om een fiscaal voordeel te krijgen, is de opzet aanvechtbaar. Mits de belastingplichtige geen andere motieven heeft. Dus we hebben net gezien dat je gaat beleggen in een vennootschap, omdat de vermogenswinst bij normale heerbeheer onbelast is.
dan schakel je die bepaling in om dat onbelast te krijgen. Alleen, je zult nu andere argumenten moeten hebben waarom je dat nu doet. Dus niet alleen fiscale argumenten waarom je geld gaat beleggen middels een vennootschap. Niet uitsluitend het fiscale motief is meer dragend. Dus met overige argumenten zul je moeten verdedigen om je onbelastbaarheid te kunnen realiseren.